We proosten, doen de Polonaise en zingen luidkeels mee. Iedereen is je vriend en het bier is niet aan te slepen. De carnaval staat weer voor de deur. De prins die u op sleeptouw gaat nemen de komende 5 dagen, stellen we hier aan u voor. Mijn naam is Hans Kersten in het dagelijks leven, nu prins. Zullen we niet even met de carnaval? Ik ben 49 jaar oud, dus volgend jaar 50, maar dat even terzijde. Ik ben in het dagelijks leven ben ik timmerman en ik heb een eigen bedrijfje met mijn broer, een timmerbedrijfje. Ik kom van de Stekkenberg, dat is eigenlijk een wijk in Groesbeek waar onze CV, de Feestneus, oorspronkelijk vandaan komt. En mijn carnaval ga ik zeker voor in het feest om echt als een echte prins carnaval door Groesbeek te feesten met die dagen. Zeg maar. Mijn moeder heeft al jarenlang met de optocht meegedaan en ook heel veel carnaval gevierd, links en rechts. Dus wat dat betreft kan ik wel zeggen dat ik een hele hoop van mijn moeder heb. Omdat het hier natuurlijk ten eerste kei leuk is en kei gezellig en kei druk is. Want u ziet achter mij, nu zijn ze in volle gang met de tent aan het klaarmaken voor de carnaval. En zodat er dadelijk iedere avond wel ik denk 1500 man hier in de tent aanwezig zijn. En carnaval wordt een beetje in Groesbeek vergeleken met Keulen van Gelderland. Het Keulen in Duitsland. Ja, ze noemen het niet vex het Keulen van Gelderland. Dus eigenlijk is carnaval hier wel geweldig en mooi om mee te maken. En mijn motto is in ieder geval, want elke prins heeft iedere jaar een motto. En mijn motto is dit jaar, God eruit, zolang als het gaat, het is voorbij, verdag het wet. Dat houdt dus in dat je zo lang mogelijk carnaval moet vieren en zo lang mogelijk moet blijven. Want als het mooi is, dan gaat de tijd heel snel. Dus dan is het ook snel voorbij. Dus zorg gewoon dat je erbij bent en dat je gewoon hier in het Keulen van Gelderland carnaval viert. Want dat is gewoon keigezellig. Alaaf, alaaf, alaaf.